Ja, goedemiddag. We hebben vandaag in de ministerraad ingestemd met twee, wat dan heet in het jargon, artikel 100 brieven. Dan gaat het dus over de inzet van Nederlandse militairen in het buitenland. De eerste van die brieven gaat over een aanvullende Nederlandse inzet voor de anti-ISIS-missie in Irak. Zoals we weten is die strijd helaas nog niet gestreden. ISIS vormt nog steeds een bedreiging voor de stabiliteit van de bredere regio. En dat raakt natuurlijk ook de grenzen van ons deel van de wereld, dus van Europa. De strijd zit nu wel in een andere fase. Het is een fase waarin sprake is van een afname van actieve operaties. En er nu een grotere nadruk ligt op bescherming. Nederland wil een betrouwbare partner zijn van de anti-ISIS-coalitie. En daarmee ook bijdragen aan de strijd tegen deze terreurbeweging. En daarom hebben we gehoor gegeven en daartoe besloten aan het verzoek voor de inzet van een zogenaamde Force Protection Campagne. Dus dat is de bescherming van de troepen daar voor de beveiliging in dit geval van het internationale vliegveld van Erbil. En dat ligt in Koerdisch Irak, dus in Noord-Irak. Deze compagnie van minimaal 100 militairen zal, en dat doen we samen met de Verenigde Staten, het personeel en het materieel van de anti-ISIS-coalitie op het vliegveld beveiligen. En de verwachting is, er gaat eerst instemming plaatsvinden, hopen wij natuurlijk van het parlement, begin volgend jaar in Erbil worden gestationeerd. Dan gaat de tweede brief over een nieuwe Nederlandse bijdrage aan de VN-missie in Mali, MINUSMA. Dat is heel anders dan we daar tot nu toe betrokken waren. Het gaat in dit geval om het ondersteunen met luchttransportcapaciteit. Een Hercules C-130 transportvliegtuig, inclusief bemanning en ondersteunend personeel. En dan praat je over 70 tot 130 militairen. Daarmee willen we een bijdrage leveren aan het vergroten van de capaciteit van de missie. Tegelijkertijd ook bijdragen aan de stabiliteit in de regio. Maar ook uitvoering geven aan het vredesakkoord. En dat is van belang, want de veiligheidssituatie in Mali is niet bepaald verbeterd. Die is verslechterd. En dat geldt ook voor de bredere Sahelregio, dus Mauritanië, Niger, Burkina Faso en... Burkina Faso, Niger, Mauritanië, Mali. Er is nog een vijfde land wat ik nu vergeet. Nee, ja, Caroline roept niks. Ik denk, wat is nou? Mali, Burkina Faso, Niger, Mauritanië. Nee, Ivorcus was er niet bij. Nou, kom zo op het vijfde land. In ieder geval, dit is in Mali. De inzet vindt plaats in een zogenaamd rotatieverband. Dat is ook een wens van Nederland altijd geweest, dat je meer zicht hebt op welke landen uiteindelijk weer helpen met de afwisseling van taken. In dit geval is dat een afwisseling met Noorwegen, met Denemarken, met Portugal. En die samenwerking daarmee voorzien wij in die transportcapaciteit. En de verwachting is dat die bijdrage zal gaan lopen vanaf november 2021 voor een periode van 6 maanden. Dan over Brexit, kort een opmerking, en dat is dat ik opnieuw ook het Nederlandse bedrijfsleven oproep zich goed te blijven voorbereiden, zowel bij situatie met een deal als bij geen deal, omdat in beide situaties het noodzakelijk is ervoor te zorgen dat bedrijven zijn voorbereid, en we zien nog steeds dat dat kan verbeteren. Op dat punt zijn we ook vanuit de overheid natuurlijk druk bezig met alle mogelijke voorlichting en op Brexit. En die campagne is inmiddels ook weer gestart om bij ondernemers die zaken doen met het Verenigd Koninkrijk goed onder de aandacht te brengen, het belang van die voorbereiding. Dan corona. We zien op dit moment het aantal ziekenhuisopnames nog steeds dalen, maar dat geldt zeker niet voor het aantal besmettingen. Dat is dit vandaag ook weer iets hoger dan gisteren. En dat betekent dus dat ik het nog een keer ook hier wil oproepen aan heel Nederland. Hou je aan de regels, de 1,5 meter, het handenstuk wassen en alle beperkingen die er zijn. Om ervoor te zorgen dat we zo snel mogelijk die cijfers verder naar beneden brengen. Want op dit moment zijn die cijfers een beetje aan het plateauen. We kijken natuurlijk dit weekend en begin volgende week hoe die cijfers zich verder ontwikkelen. Maar het is niet de richting de afgelopen dagen die we willen. Ander punt bij corona is natuurlijk het vaccin. Het is nog niet duidelijk op welke termijn wij kunnen beschikken over een vaccin. En dan praat je over een vaccin waarvoor contracten zijn afgesloten. Vast staat wel dat het aantal beschikbare vaccins in eerste instantie niet genoeg zal zijn om iedereen in te enten. Dat betekent prioriteit te stellen. Wie komen als eerste in aanmerking voor vaccinatie en waarom? Daarover is een advies openbaar gemaakt gisteren door de Gezondheidsraad, waarin een aantal mogelijke vaccinatiestrategieën wordt uitgewerkt. Daar hebben we vandaag ook in het kabinet uitgebreid over gesproken. En Hugo de Jonge,
zal later vandaag op het ministerie van VWS daarover een nadere toelichting geven. Wie mag als eerste het woord geven? RTL. Meneer Rutte, er was vandaag een online vergadering van de ministers van Defensie. En onze minister Ank Beijleveld die twitterde heel enthousiast een fotootje ervan. Maar daarbij ook in beeld de inloggegevens en de pincode. Waardoor het voor een collega van mij mogelijk was om enige tijd deel te nemen aan die vergadering. Hoe dom is dat van de minister? Nou, het laat in ieder geval zien hoe voorzichtig je moet zijn met het verspreiden van dat soort foto's. Dat beseft ze zich zeer goed. En hoe voorzichtig je sowieso moet zijn, hè, met alles wat met het hele domein van internet cyber te maken heeft. Ik verspreid ook wel eens die foto's van die vergaderingen. Ik ga ook opnieuw kijken wat voor codes je dan kunt zien. Dus het laat ons allemaal nog eens zien hoe gevoelig dat is. In dit geval is het onschuldig en misschien ook zelfs een beetje grappig. Van Defensie kan nooit onschuldig zijn. Maar het betekent ook dat buitenlandse mogendheden die in dit soort vergaderingen geïnteresseerd zijn, wel heel makkelijk kunnen meeluisteren. Ja, nou wordt er op zichzelf, moet ik zeggen, met die videovergaderingen wel opgelet dat als het echt gaat om, laten we zeggen, staatsgeheime zaken, dat er extra voorzichtig wordt gedaan. Maar inderdaad, voorzichtigheid geboden. En ik zou willen zeggen dat dit bedoeld was om iedereen daarop te wijzen, maar dat is niet zo. Dit was niet zo bedoeld. U heeft dat ontdekt en zij en wij allen beseffen ons nog een keer, maar ook alle andere mensen in Nederland, hoop ik, die te maken hebben met de beveiliging van hun gegevens, hoe belangrijk dat is. Gaat u de ministers ook nog eens keer wijzen op hun Twittergedrag en hun onvoorzichtigheid? Nou, dat heeft Ank Beijleveld vandaag gedaan. Dus dat was het enige bijvangst van deze fout. NOS. Die landen heb ik even een hulplijn ingeschakeld. Ik denk Tjaad. Tjaad, dat is wel goed van. Ja, anders blijft dat ook zo. Dus nog een keer Mauritanië, Burkina Faso, Tjaad. Maar ik moest het Mali opzoeken. Hoor. Dus... Ja, heel goed. Hoe vierde u toen u jong was, oud en nieuw? Ah, wil je het echt weten? Nou ja. Hoe deed jij het? Dat lijkt me niet geschikt voor publicatie, maar... Bij mij ook niet. Nee? Oké. Okay. Maar het was allemaal binnen de wet. Ik kan me dan maar zo maar voorstellen wat u vroeger deed, dat aankomend oud en nieuw met corona niet kan. Toch komt meneer Bruls, voorzitter van de Veiligheidsraad, die komt nu met de oproep, organiseer alsjeblieft wat. Anders dan gaan die jongeren misschien lopen klooien. Wat vindt u van zijn oproep? Nou ja, we zijn bezig natuurlijk constant te kijken. Wat kan er misschien weer vanaf half december? Dan moeten die cijfers overigens wel echt lager zijn dan ze vandaag zijn. Want die gaan nu niet de goede kant op. Daarnaast wil je ook kijken, kun je rond kerst en oudjaar sowieso nog iets meer toestaan met z'n allen. Zonder dat je, zoals in Canada laatst, daar vieren ze Thanksgiving zo'n week of 6 voor Amerika. En dat was het begin van de derde golf. Dus daar moet je heel precies op zijn. Maar dan krijg je ook de vraag, ja, kun je nog voor speciale groepen iets doen of niet? Daar wordt in het Veiligheidsberaad naar gekeken. Er is nog helemaal niets over besloten. Dat gaat allemaal naar begin december, voor we daar iets over kunnen zeggen. Waarschijnlijk pas 8 december, die datum die we ook dinsdag bekend maakten. Omdat je eerst echt meer zicht moet hebben op het virus. Dus ja, dat is allemaal speculatie. Net zoals alle verhalen over field labs en proeven die we aan het doen zouden zijn. Ja, er wordt heel veel voorbereid aan proeven, aan field labs. Want je wil allemaal zo gauw mogelijk weer dingen mogelijk maken. Maar dan moet het wel kunnen. En wanneer kan het? Als het virus echt een heel stuk verder terug is. Hij zegt, wees nou niet naïef. Als er niks is, die jongeren gaan echt niet allemaal thuis op de bank zitten. Ik snap al die afwegingen en die zijn allemaal tot je dienst. Kunnen ook waar zijn. Maar dat gaan we allemaal rustig bespreken in december. Dus bereid je erop voor dat de komende weken in de talkshows weer veel mensen zullen zitten met allerlei ideeën. Maar uiteindelijk zullen we toch als kabinet moeten besluiten, ook tegen de achtergrond van hoe staat het met het aantal besmettingen en het aantal besmettelijken, de percentages en de situatie in de ziekenhuizen. Iets dichterbij dan oud en nieuw is volgende week vrijdag, Black Friday. Hoe verstandig is het als je nu ziet hoe die besmettingscijfers op zijn minst stabiliseren, om dan te zeggen dat kan gewoon doorgaan? Nou ja, iedereen moet zich gewoon houden aan de regels. En dat geldt natuurlijk ook voor de bedrijven in Nederland. Dat je veilig de dingen kunt doen die je wilt doen. Maar u, vorige week zei u volgens mij, we gaan ook met de supermarkten in overleg. Of in ieder geval met winkels in overleg om te kijken of het allemaal nog wat scherper kan. Dan kan ik me toch voorstellen dat Black Friday nou niet echt de aanscherping is waar u zat te denken. Nou, de afspraak die we gemaakt hebben in Nederland is, je gaat winkelen, dat doe je alleen. Ik was vanmorgen in het kader van de Dag van de Ondernemer bij één prachtig bedrijf op bezoek, een kaashandel hier in de Varenheidstraat. En sprak ook daar met de eigenaar van een wit-bruingoedzaak en de eigenaar van een slagerij die levert aan de horeca. Die laatste heeft het natuurlijk heel zwaar. De wit- en bruingoedzaak gaat goed, want
We investeren in onze huizen op dit moment, gemiddeld genomen in Nederland. En ook de kaaszaak maakt op zich goede tijden door. Maar die zeiden wel, deurbeleid van zaken, van winkels, hou je er ook aan als consument. Dus als je op bezoek gaat, ben je ook echt de gast van die winkel. Dus dat wil ik hier nog wel eens herhalen. Ik heb het vanmorgen ook bij WNL gedaan. Houd je aan die... aan het deurbeleid. En in algemene zin geldt, maak van winkelen geen uitje, doe het alleen. Maar dit besteed is natuurlijk ook zoveel mogelijk mensen. Doe het alleen. Hè. Ga niet dreutelen in die zaken, maar probeer te komen snel tot je keuze en weer weg, zodat anderen naar binnen kunnen. Dan kun je het met z'n allen mogelijk maken. Daarnaast speelt bij die bij Albert Heijn, Jumbo, zeg maar, de grote detailhandel, de grotere zaken, dat we zeggen, ja, daar moet echt nog een tandje bij. Die gesprekken zijn gaande. Om ervoor te zorgen dat daar ook binnen niet te veel mensen zijn. Dat de vakkenvullers hun werk veilig kunnen doen. En ik vind ook dat die grotere supermarkten die het heel goed draaien. Hè, die hebben het echt goed. Maken grote omzetten nu. Omdat mensen niet naar de horeca kunnen en meer thuis eten en besteden. Dat die ook een verantwoordelijkheid hebben als grotere zaken in het winkelgebied. Om ervoor te zorgen dat het daar goed toe is. Geen reden om Black Friday te verbieden? Nou, verbieden niet, maar allemaal moet je je houden aan de regels. En dan kunnen we in Nederland winkelen. Maar nogmaals, niet als uitje, maar om je spullen, je inkopen te doen in die prachtige zaken die we in Nederland hebben. Telegraaf en daarna Auto's. Ik heb twee onderwerpen, meneer Rutte. Het eerste gaat over corona. U heeft met de verschillende maatregelen die de afgelopen maanden aan Nederland zijn gepresenteerd, regelmatig vermeld dat voor de Staten-Generaal een uitzondering werd gemaakt, zodat hij kon doorfunctioneren. Kunt u nog eens vertellen waarom het zo belangrijk is dat die uitzondering er was? Nou, in de algemene zin voor democratische organen, gemeenteraden, staten, et cetera, geldt dat zij goed moeten kunnen functioneren. En vervolgens binnen die regels bepalen zij zelf hoe ze dat dan inrichten. Ja, nu is er een idee van uw partij onder meer om het quorum wat voor de Tweede Kamer geldt om dat digitaal te maken, waardoor mensen niet meer in meerderheid aanwezig hoeven te zijn als er gestemd of vergaderd wordt in de Tweede Kamer. Is dat eigenlijk nodig? Ja, maar daar ga ik echt niet over. Dat is echt de Tweede Kamer. De Kamer is mijn baas als controleur van de regering en wij staan op augenhöhe. We zijn gelijkwaardig als het gaat om medewetgevers. Maar deels zijn ze dus de baas, deels zijn we collega's. Maar sowieso ga ik er niet over. Maar u bent wel voor veel mensen, denk ik, de vertegenwoordiger van, of eigenlijk het gezicht van, of een van de gezichten van de Nederlandse politiek. En welk signaal denkt u dat eruit gaat als volksvertegenwoordigers voor zichzelf uitmaken dat ze het ook wel vanuit huis kunnen, terwijl ze hier maar 3 dagen per week hoeven te zijn? Nogmaals, ik heb mijn handen vol in het kabinet. Heeft u de laatste tijd in de krant kunnen lezen? Gaat overigens weer goed, maar... Daar ga ik me niet mee bemoeien. Wat zou u adviseren als de want u moet adviseren over moties die worden ingediend tijdens het debat? Deze motie niet. Het is een motie van de Kamer aan zichzelf. Dus als die niet was aangehouden, hij is hem aangehouden, de motie die speelde afgelopen woensdag, dan zou ik daar ook niet over geadviseerd hebben. Dus een motie aan de Kamer zelf. Dus daar hoeft de regering geen oordeel over te geven. Oké, okay. De andere komt zo. Oké, okay. Even Reuters en dan aansluitend BNR. Ik heb een vraag over de KLM. Vooral wil ik graag weten of er meer steun wordt overwogen om aan de KLM te geven en of de regering daar klaar voor is als de KLM dat komt vragen. Want dat lijkt wel in de mogelijkheden te liggen. Het speelt nu niet, hè? Het is echt toch te vroeg, denk ik, om daar nu over te spreken. Daarbij kijk je natuurlijk altijd, zou zo'n verzoek komen? Dan kijk je naar de inhoud van het verzoek. Je kijkt naar de situatie en de voorwaarden. Meer in algemene zin geldt voor het kabinet dat wij natuurlijk streven naar ook op lange termijn levensvatbaar hebben van Schiphol, van ons grote internationaal knooppunt. Het is een van de drukste, succesvolste luchthavens van de wereld. En zo nummer 1 en nummer 2 in Europa en al naar gelang als je kijkt naar het aantal verbindingen of het aantal reisbewegingen. Maar het is een van de grootste luchthavens van Europa. Bijzonder voor een land wat 4 keer kleiner is dan Frankrijk en 5 keer kleiner is dan Duitsland, dat we dat hier hebben. Belangrijk voor Nederland. Intensief contact altijd met Air France KLM, uiteraard ook met de Franse staat. Maar dat zijn natuurlijk allemaal gesprekken die binnen de Kamers zijn. En er is nu niks nieuws over te melden. Dank u. BNR. Meneer Rutte, u moet volgende week verschijnen bij de parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag. Ja. Hoe bereidt u zich daarop voor? Ja, dat is niet interessant.
Ja, daar bereid ik natuurlijk op voor. Ja, wat moet je er verder over zeggen? Ik begrijp me op alle, ik begrijp me op u ook voor, als ik u zie. Heel goed. Dat vind ik al beleefd. Als je met mensen in gesprek gaat, bereid je je voor. Ja, dit is toch een iets ander gesprek, want u wordt onder ede gezet. Dat hoeft u hier niet. U weet niet hoe zwaar uw gesprekken met u zijn. U staat niet onder ede op dit moment. Nee, maar zo voelt het wel. Oké. Okay. Ja, maar het gaat over een flink aantal jaren uit uw regeerperiode. Ik neem aan dat u een hoop dossiers, stukken, memo's, verslagen, notulen heeft teruggelezen. Of gaat ja, u dat volgens doen? Kijk donderdag naar het verhoor, neem ik aan. U gaat dat vast volgen. En dan hoor ik na afloop wel of ik het goed deed of niet. Ja. Heeft u contact gehad of gaat u nog overleggen met de andere bewindspersonen en voormalige bewindspersonen? Nee. Lodewijk Asscher is toch een belangrijke getuige ook? Belangrijk dat uw verhaal en zijn verhaal misschien een beetje in elkaars verlengde liggen? Nee, maar volgens mij is dat niet nodig. Als iedereen gewoon de waarheid vertelt, dan komt dat allemaal goed. Zo is dat. Ja. Nou, gewoon de waarheid vertellen en dan moet de commissie daarna een oordeel vormen. Maar als je gewoon de waarheid vertelt, dan hoef je toch niet te gaan afstemmen. Heeft u een beetje de vorige gevolgd de afgelopen week? Nee, ik heb het niet op tv gevolgd, maar wel op de verschillende nieuwsites van NOS en de kranten en RTL, wat je daarvan kon vinden. Hoe vindt u dat het gaat? Daar ga ik niets over zeggen. Ik ben niet degene die commentaar geeft op die verhoren. De commissie is ingesteld door de Kamer over een zeer belangrijke kwestie. Die moet nu zijn werk doen. En ik zal proberen daar mijn bijdrage aan te leveren. Het gaat over een flink aantal jaren van uw regeringen. Dus ik kan me voorstellen dat u enige betrokkenheid voelt bij wat er wordt besproken. Ik voel bij alle onderwerpen sinds 2002 de nationale politiek betreffende een grote betrokkenheid. Ja. En dat is natuurlijk nog erger geworden sinds 2010, zeker. Wat veel kijkers en mij ook wel, en ik denk veel collega's opvalt, is bijvoorbeeld dat de Belastingdienst en Sociale Zaken toch wel erg naar elkaar aan het verwijzen zijn als het gaat om wie heeft hier de schuld aan het drama. Het wordt een drosselblik als ik daar nou weer commentaar op ga geven. Je hebt dus een commissie die doet onderzoek naar een zeer ernstige kwestie. Laat die commissie nou zijn werk doen. En als ik nou weer commentaar ga leveren, terwijl ik ook nog zelf voor die commissie moet verschijnen, dan zit ik in een soort spiegelpaleis. Dat gaat toch niet. Ja, het is sowieso ingewikkeld. Dat u moet vervolgens, als ik neem aan, als u nog minister bent, premier bent bij het volgende kabinet, zult u met de conclusies van dit rapport natuurlijk aan het werk moeten gaan. Nog een extra reden om nu zeer terughoudend te zijn om te reageren op uw vragen. Goed argument. Ja, misschien kan ik dan tot slot nog even een andere ding aan u voorleggen, want u heeft tot enige verwarring geleid, uw uitspraken hebben tot enige verwarring geleid bij de internationale pers, in ieder geval ook bij mijn redactie. U zei gisteravond na afloop van de vergadering, de Europese vergadering, je kunt de coronasigaar uitdrukken en dan wachten tot de rest de gebraden kippetjes bij je laat binnenvliegen. Ja, mooi hè? Wat bedoelde u daar nou mee? Nou, precies wat ik zeg. Volgens mij is dat volstrekt helder. Mijn punt was richting Hongarije en Polen dat het mij zo verbaast dat iedereen nu rondrent van hoe moeten we dit probleem oplossen? Ik zou zeggen, hoezo? We hoeven helemaal niks op te lossen. Het is nu een probleem van Boedapest en Warschau. Die hebben gezegd, wij kunnen niet instemmen met de uitkomst van het overleg van parlement, commissie en roterend voorzitter van de Unie Duitsland over rule of law. Een heel belangrijk onderwerp. Nederland kan zich vinden in die conclusies. Wil ook niet dat die conclusies worden afgezwakt. Ze zijn al wat zwakker dan eerder. Maar dit kunnen we nog net hebben. We willen daar niet onder zakken. En dan wordt de vraag aan iedereen gesteld, hoe moeten we dit oplossen? Nou, ik zou zeggen, bel eens met Boedapest. Bel eens met Warschau, die hebben dit veroorzaakt. En wat ik vervolgens zei, wat beeldender inderdaad, is dat zij daar niet moeten denken, Orbán of Mateusz Morawiecki, de premier van Polen, dat je de sigaar kunt uitdrukken, nee kunt zeggen en dan kunt afwachten tot alle goede gaven jouw kant op komen in de vorm van gebraden kippetjes. Dat werkt zo. Oké. Okay. Aansluitend over het verhoor aanstaande donderdag, als het gaat om de toeslagenaffaire. Bij andere gevoelige zaken die in het verleden speelden, bijvoorbeeld de bonnetjesaffaire, dan gebruikt u nog wel eens het zinnetje, daar heb ik geen herinnering meer aan. Hoe vaak gaan we dat volgende week donderdag horen? We gaan daar na afloop elkaar misschien over spreken of niet, want ik denk dat ik dan ook niet veel zal zeggen na afloop. Als al überhaupt, ik weet niet of ze dat doen, hè, na afloop de pers te woord staan. Maar zou het al zo zijn, dat weet ik gewoon niet. Dan zal ik ook heel terughoudend zijn. Want ik vind echt dat die commissie zijn werk moet doen. Die zijn nu bezig, die zijn door de Kamer ingesteld over een belangrijke kwestie. Horen deze week de ambtenaren. Volgende week, ik dacht alleen politici. En dat moet plaatsvinden. Daarna gaat die commissie zich beraden over al dat materiaal en daar een oordeel over vormen. Wat is hier nou gebeurd en wat kunnen we hier voor lessen uittrekken? En dat wordt niet geholpen als ik anders dan het verhoor waar ik uiteraard de commissie te woord zal staan, als ik anders dan dat, buiten dat verhoor, allerlei commentaren ga geven. Dat helpt niet. Nee, het gaat me niet over de inhoud specifiek, maar u zegt, ja, ik bereid me natuurlijk voor. Bij die voorbereiding, bent u toen dingen tegengekomen waarvan u dacht, dat weet ik niet meer precies? Of misschien tegenovergestelde, ik weet het allemaal nog precies.
En dat zijn toch allemaal vragen weer naar... Niet naar de inhoud, maar gewoon naar het gevoel eromheen. Oh, helemaal los van inhoud was die vraag. Ja, maar zo werkt het. Nee, daar moet ik niet op ingaan. Ik vind het ook niet correct naar de commissie. Die commissie is nu bezig, die hoort mensen en ik vind dat ik hen te woord moet staan. En het ook daarbij moet laten. En dan de commissie de kans geven om op basis van al die gesprekken en wat ze ook aan materiaal verder hebben... Want ze hebben zich ook uitvoerig natuurlijk schriftelijk georiënteerd, zich daar een oordeel over te laten vormen en te kijken hoe kunnen wij hier ook met elkaar lessen uittrekken. Dus dat zinnetje, daar heb ik geen herinnering meer aan, dat hoopt u te vermijden volgende week? Wat ik zeg is dat ik mijn best ga doen om de commissie zo goed mogelijk te woord te staan en dat vind ik ook mijn taak. Net zoals denk ik iedereen die deze week geweest is, nog komt en er volgende week zal zijn. Nieuwsuur. Als bewindspersoon in uw kabinet... het oneens zijn met elkaar en klagen over de ander. Staat u er bekend omdat u zegt, joh, bel elkaar even. Heeft u dat bij die kinderopvangtoeslag dan niet gedaan? U gaat nu weer vragen naar een zaak waar de commissie mee bezig is. Ik ga daar niks over zeggen. Ik vind het echt niet correct. Nee, dat moet ik echt niet doen. Er is een parlementaire commissie bezig. Die hebben ook mij gevraagd daar te verschijnen. Ik zal aan te worst staan volgende week. De vraag zo goed mogelijk beantwoorden. Maar dan moet ik niet los daarvan... Want stel dat ik nu antwoord zou geven op vragen van u daarover, dan dwing ik die commissie om ook dit soort persconferenties te gaan volgen. Ze hebben wel wat beters te doen. Ze zijn nu verhoren aan het afnemen. Ja, u heeft verslagen van die verhoren gelezen. Schrikt u er dan van wat er tijdens uw kabinet is gebeurd en vooral wat er niet is gebeurd? Ouders helpen? Maar dit zijn toch allemaal vragen weer die ik niet bij u moet beantwoorden. Maar u heeft het nu toch gelezen, daar kunt u misschien wel op reflecteren. Maar dat reflecteren kan nog nooit los worden gezien van de vraag die de commissie misschien van plan is mij volgende week te stellen. Nogmaals, dan zouden zij genoodzaakt zijn om iemand te vragen nu ook weer dit soort persconferenties te volgen. Dat ga ik echt niet doen. En die commissie is geïnteresseerd in feiten en ik ben benieuwd of u ervan schrikt wat er tot nu toe naar boven komt. Maar al dit soort vragen die verschillende collega's stellen, daar nu op ingaan, gaat toch onvermijdelijk dan over de kwestie. Daarmee ook op het werk van de commissie. En ja, eigenlijk bent u dan ook commissielid, even tijdelijk, in hun ogen misschien. En dat wil ik niet. Ik wil dat zij hun werk doen en niet nog, behalve de bronnen die ze al hebben, het vele schriftelijke materiaal en de gesprekken die zij voeren, daarbuiten ook nog genoodzaakt zijn om in de media te kijken wat ene Rutte of anderen daar nog verder over zeggen. Het wordt volgens mij de eerste keer dat u onder ede wordt gehoord. Bent u daar zenuwachtig voor? Nee, ik zal mijn best doen de commissie goed te woord te staan. Ik ben er niet zenuwachtig voor, maar het is wel belangrijk. Hè? Het Nederlandse parlement heeft de commissie ingesteld om dit echt goed uit te zoeken. Dus ik voel mij natuurlijk zeer verantwoordelijk om daar hen ook te woord te staan. Telegraaf nog even terug en dan sluiten we af met het woord. Aansluitend hierover, meneer Rutte, wat wel heel erg duidelijk wordt is dat er de afgelopen tijd een memo is verschenen waarin eigenlijk zonder klaar werd dat er ook intern bij de Belastingdienst aan de bel is getrokken over de schandelijke manier waarop toeslagouders behandeld zijn. Die memo die kwam niet vanzelf boven tafel en die kwam ook op een heel erg laat tijdstip pas boven tafel. En mijn vraag is aan u om niet te reflecteren op het werk van de commissie, maar wel over wat het kabinet nou eigenlijk doet met informatieverzoeken vanuit de journalistiek. Maar laten we maar eens beginnen bij de Tweede Kamer. Op het moment dat er documenten rondgaan op ministeries en bestaan en dat die niet aan de Kamer worden verstrekt? Ik kan die vraag toch niet loszien, meneer De Winter, van de onderzoekscommissie die bezig is, die ook hier mogelijk vragen over stelt aan ambtenaren, wellicht ook nog volgende week aan politici, daar weet ik niet wat ze gaan doen. Dus dan is het toch nog steeds incorrect als ik dat nu ga beantwoorden. Ik kan een algemene zin niet zeggen, maar niet over de verstrekking van informatie. Heeft vanuit u in de ministerraad het afgelopen jaar gesproken over het belang van tijdige en volledige informatievoorziening aan de Tweede Kamer? In algemene zin kan ik die vraag beantwoorden. Hebben wij daar nog vrij onlangs over gesproken? Dat heeft geleid tot een brief aan de Kamer over artikel 68 grondwet in relatie tot de wet openbaarheid bestuur. In relatie tot de informatiepositie van de Tweede Kamer. Daarin hebben wij gezegd dat als wij aan een WOP-verzoek voldoen, uiteraard dat altijd die stukken dus per definitie ook voor de Kamer beschikbaar zijn. En als de Kamer vragen stelt aan informatie van het kabinet, dat natuurlijk altijd wat je in een WOP-verzoek zou verstrekken, ook altijd tenminste ook aan de Kamer moet worden verstrekt. Plus dat het wel ook tegelijkertijd van belang is, maar dat is ook een WOP-afwijzingsgrond, om ervoor te zorgen dat ambtenaren onderling ook in staat zijn, voordat het leidt tot politieke besluitvorming, om met elkaar discussies te hebben tussen departementen of binnen departementen over varianten te praten. Dat is een algemeen antwoord. Ik reageer nu niet op stukken wel of niet van de Belastingdienst. Dat vind ik echt een zaak van de commissie, daar moet ik nu niks over zeggen. Maar in algemene zin
beantwoord ik die vraag, omdat wij onlangs die brief aan de Kamer hebben gestuurd van Keizer Ollengren over artikel 68. Maar is er dan niemand en dit is de korte samenvatting van die brief. Ja, maar is er dan niemand in het kabinet die elkaar de vraag stelt op een gegeven moment dat als er, zeker na wat er is gebeurd rond de bonnetjesaffaire, waar u natuurlijk ook natuurlijk nauw bij betrokken bent geweest in ieder geval de nasleep ervan en misschien ook de voorsleep, hoe het toch mogelijk is dat er informatie wordt gevraagd en dat die niet wordt verstrekt, dat die wordt ontkend van het bestaan ervan. En dan vlak voordat er iets spannends gebeurt, duikt er toch iets op. Hoe kan dat nou? Ja, maar die vraag kan ik toch niet loszien van de commotie die er ook is geweest over bepaalde stukken uit de Belastingdienst die mogelijk nu ook aan snee zijn bij die parlementaire onderzoekscommissie. Daar kan ik echt nu niks over zeggen. Dat vind ik echt onbeleefd. Want dan zeg ik daar nu iets over. Dat maakt misschien nieuws. Dat ziet dan de commissie. Oh, Rutte heeft ook iets gezegd. Als ze er blij mee zijn, dan krijgen ze misschien antwoord. Ja, maar dat is toch. Maar dat zijn toch discussies die zij mogelijk ook voeren. Dus ik kan me voorstellen bij Kamerdebatten naar aanleiding van het eindrapport van de commissie dat dit soort type vragen weer uitvoerig terugkomt. Dat is heel goed mogelijk. En in algemene zin geldt natuurlijk dat wij die artikel 68 brief, artikel 68 grondwetbrief gestuurd hebben onlangs. Tot slot, Reuters. U had het net ook nog over Nederlandse missies in het buitenland. En ik wil even teruggaan naar de Nederlandse missie in Afghanistan. Want deze week werd bekend dat er naar Australisch onderzoek naar oorlogsmisdaden bij de Special Forces, Australische Special Forces, is vastgesteld dat zij 39 gevangenen en burgers zouden hebben gedood. Is dit nou ook aanleiding tot extra onderzoek voor Nederlandse troepen? Wij zaten ook in die coalitie. We hebben samengewerkt met de Australische troepen. En ik geloof dat er ook Nederlandse soldaten verhoord zijn in dit Australische onderzoek. Komt er ook een Nederlandse diepgaander onderzoek? Nou, een paar dingen. De Australische minister van Defensie en ook de hoogste Australische militair, dus hun CDS, hun bouwer, zeg maar, die hebben ons gemeld dat er van Nederlandse betrokkenheid geen sprake is bij de genoemde Australische oorlogsmisdaden. Dus dat is hoe het staat. En ja, er zijn ook geen enkele, zijn er bewijzen van geweest ook dat zo zou zijn. Dus dat speelt nu verder niet. Hè. Belangrijk dat is geconstateerd ook in dat rapport. Ja, maar het is toch iets dat uitkomt van een bondgenoot. Je zou ook kunnen zeggen, als het bij de Australische Special Forces komt, dat was ook niet zo verwachten. Dus misschien is het goed als wij nog. Er zijn nooit bewijzen van geweest, hoor. Er zijn nooit bewijzen geweest die wijzen op soortgelijke misdragingen in Nederlandse eenheden. Dus kijk, zouden er serieuze aanwijzingen opduiken, dan ga je dat natuurlijk diepgaand onderzoeken. Maar op dit moment zijn er geen bewijzen van dat soort vreselijke feiten. Oké, dank u. Een fijne middag verder allemaal. Ja, goed weekend.